Welkom, beste mensen, op deze laatste online meditatie samen. Gisteren is Jezus gestorven op het kruis. En vandaag willen wij samen terugblikken en reeds vooruitkijken naar het licht van Pasen. Aan de hand van de 13e statie van de Bronzen Kruisweg van Werner Klenk. De dode Jezus in de armen van zijn moeder. Laten wij het samen stilmaken en gewoon rustig kijken naar Maria, de moeder van God, die hier voorovergebogen zich overgeeft aan haar verdriet. Zij neemt afscheid van haar dode kind. Zij drukt hem nog even heel stevig op haar hart. Wanhopig probeert zij dat koude lichaam een beetje warmte te geven. Dat lichaam dat zij 9 maanden heeft gedragen en 33 jaar verdragen. In deze harde coronatijden willen wij ons richten naar het licht van de levende God. En voor elkaar en voor de wereld bidden, zoals mensen dat al eeuwen doen. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Langzaam openen wij onze handen. Heer, wees Gij ons licht. In gedachten plaatsen wij ons bij Maria en haar dode kind. In stilte vragen wij: Heer, laat ons U volgen. Deze goede week stond in het thema van de gebedswens die ons deze 40 dagen tijd heeft begeleid. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dat licht is nu gedoofd. Dat gelaat is nu gedood. Het is God niet gegund om over ons te schijnen. Laten wij God wel toe in ons leven. Laten wij het licht wel toe. Waar blijft in onze wereld dat licht schijnen? Waar blijft dat vuur smeulen? Durven wij het wel aan om zo zonder schroom naar Maria te kijken? Zien wij in dit beeld de ontelbare pietas van vandaag? Die ontelbare treurende mensen die hun geliefde bewenen, omdat hen onrecht, misbruik, geweld werd aangedaan. Laat dit ons koud? Zijn wij als dood, als doof? Voor deze stille stem? Durven wij vandaag, stille zaterdag, de stilte aan? De oorverdovende stilte, omdat God niet zegt, omdat God niet antwoordt, omdat wij hier verweest zijn achtergelaten. Thank you.
Wie die stilte niet aan kan, is niet gemaakt voor het licht. Kan ik klankkast zijn voor de hulpkreten die nog steeds weerklinken in de wereld? Kan ik die in mij laten weerklinken? Kan ik trouw zijn aan hem die mij heeft gekozen, ook al ligt hij daar nu dood in de handen van zijn moeder? Durf ik deze stilte aan? Daar waar ik licht, smaak of beweging heb gevoeld, hoe dan ook, daar wil ik nu aandacht aan geven, want God laat zich daar vinden. Op Palmzondag keken wij naar Jezus in zijn passie, hoe hij als een lammetje stilzwijgend werd opgeofferd. Paulus drukte ons op het hart: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Ja, laten wij ons op hem afstemmen, op dat licht van de wereld, die voor ons de weg van de kwetsbaarheid opent. De enige weg waar ik een ander mens ontmoet zoals hij is, waar hij mij ziet zoals ik ben. Op maandag bleven wij kijken hoe Jezus de weg van het lijden ging. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Ik maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden. Wat bleef mij bij van dat gebed? Hoe kies ik nog steeds voor dat licht dat nu wordt verduisterd? Blijf ik trouw of loop ik liever weg? Op dinsdag werd Jezus diep bedroefd, omdat iemand hem zou verraden. Hij was niet bang of verdrietig voor zichzelf, maar voor degene die dacht vrij te worden door een ander te verraden. Bleef ik zoals Johannes aan zijn borst luisteren naar het kloppen van zijn hart?
Op woensdag zagen wij hoe die profetie van Jesaja in Jezus werkelijkheid werd. Door ons veracht en geminacht, maar Hij was het die ons lijden op zich nam. Durfde ik mijn ogen naar Hem opslaan? Op Witte Donderdag zagen wij hoe Hij de voeten waste van zijn leerlingen. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Liet ik mijn voeten wassen of weigerde ik net als Petrus? Hoe heb ik Hem laten doen? Hoe heb ik losgelaten? Gisteren op Goede Vrijdag zagen wij hoe Hij gekruisigd werd. Hoe zijn handen en voeten werden doorboord en hoe Hij stierf aan het kruis. Wij stonden met zijn moeder aan het kruis. Vandaag is het stil. Stille zaterdag. Het is muisstil. Wij horen niets meer. Enkel zien wij die donkere nacht, die kaarsrechte lijn van het kruis en aan de voet van het kruis die moeder met haar dode zoon. Kunnen wij het wel aan om hier niet te snel overheen te gaan en al te kijken naar morgen? Kunnen wij deze duisternis aan en deze stilte? Zie de mens, hier ligt hij dood en nog niet begraven. Zijn hand wijst naar de donkere diepte, waarin velen vastzitten en waaruit hij velen wil bevrijden. Zijn hand roept en wenkt en blijft geven, zelfs in de dood. Jezus laat ons niet vallen. Maria buigt zich helemaal over haar zoon. Zij is gehuld in haar zoon. Ze houdt hem niet krampachtig vast. Dit is haar manier om los te laten. Zij wordt de luidspreker van het verstomde woord van God. Laten wij onze oren spitsen. Haar hand was een kommetje
een kelk om de wonden, de liefdewonden van onze God, die zich blijft geven, die ons blijft aankijken, lang vooraleer wij onze ogen opslaan. Wees niet bang van de liefde. Samen bidden wij. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Hoe voel ik mij bij deze goede week? Waar ben ik dankbaar voor? Hoe kijk ik terug op deze dagen? Wat heeft mij geraakt? Wat blijft mij bij? Wat maakte mij onwennig, onrustig? Wat was moeilijk? En wat gaf mij rust? Dat duwtje in de rug. Wat zou ik hem nu willen zeggen? Tot wat roept hij mij op? Welk verlangen leeft er in mij? Laten wij deze 40 dagen tijd nu samen afsluiten met een Onze Vader. En bidden voor allen die een zwaar kruis te dragen hebben, in het bijzonder in deze zware tijden. En voor allen die hen daarbij helpen, troosten en bijstaan. Dat Gods rijk van licht en verrijzenis mogen komen. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Een zalig Pasen.